Opname start. Ja. Hallo allemaal, mijn naam is Arlo Vessels. Ik doe dit jaar de jurering van de wedstrijd van de Fotokring Heemskerk. Ik zal jullie even vertellen wie ik ben qua achtergrond. Ik heb de Kunstacademie in Den Haag gedaan. De afdeling fotografie, of course, want anders stond ik hier niet. Ik heb bijna 20 jaar als beroepsfotograaf gewerkt en tegenwoordig doe ik camerawerk voor de lokale omroep hier in Heemskerk. Nou ja, laten we beginnen met de eerste foto die je, als het goed is, hier achter mij ziet. Dat is de anemoon van, ik moet het even goed zeggen, Hanneke Plaatsman. Ja, het is echt een hele mooie zwart-wit bewerking. Ik heb hem op mijn monitor gekeken. Hij zat echt erg mooi in het contrast. Je kan het ook wel hierachter zien. Ik ga even een klein stukje opzij, dan kan je hem beter zien. Als je goed kijkt, dan zie je hier in de witte, dat hij nog net mooi doortekend is en dat hij er niet uit klipt. En dat is wel heel belangrijk, want dat zie je vaak misgaan bij zwart-wit foto's. Dat je de witte te wit worden en de zwarte te zwart. En dat is bij deze foto eigenlijk helemaal niet aan de hand. De zwarte zijn mooi doortekend, de witte zijn mooi doortekend. De scherpte zit goed, de onscherpte zit ook goed. Hij zit mooi in de diagonaal. Dus eigenlijk een uitstekende foto. Eén minnetje. Hij heeft niet de wauwfactor voor mij. Ik wil graag bij een foto zien dat ik tot nadenken word gestimuleerd. Ik wil kijken naar de foto en denken van, wat is er aan de hand? Wat speelt hier in deze foto? Nou ja, als ik hier naar deze foto kijk, dan denk ik, ja, het is een bloem. Mooie bloem, hele mooie bloem. Maar voor de rest is het een bloem. Technisch uitstekend en daarom heeft hij een 8 gekregen. Oké, we gaan naar de volgende. De kist van Joop Rumping. En dan staat de kist achter mij, dus dat schiet niet op. Dus even kijken of ik naar de onderkant ga. Ja. Kijk, daar hebben we één kist. De grap is, als je naar de foto kijkt, dan gaat het helemaal niet om die kist, want het gaat om de stoel. En waarom gaat het om de stoel? Dat zal ik je, als ik weer even naar de andere kant loop, laten zien. Hier zo, even kijken, ja, hier zo. Dit is je belangrijkste gedeelte in de foto. Dit zit op je gouden snede. Dus op je 1/3, 2/3. Dus daar gaat je oog automatisch naartoe. Hij gaat automatisch naar de stoel en naar de schaduwwerking bij de stoel. Dus je kan het wel de kist noemen, maar het gaat om de stoel. Wat wel geestig is. De foto is wel heel intrigerend, want de compositie is mooi. Hij zit keurig in het lichtste spel. Hij is op mijn monitor een tikje te zacht. Maar dat is echt een fractie. Dat wil zeggen dat de witte iets te grauw zijn, maar dat is misschien maar 1 of 2 puntjes. Deze foto zet je wel aan het denken, ook door de titel. Want er staat de kist en ik kijk naar de stoel. Dan denk ik van, ja, wat is hier in de hand? Dat vind ik al wel grappig. En dus het zet je wel aan het denken, je bent ermee bezig. Je kijkt naar de scène en je denkt van, ja, waarom staat er een kist? Waarom staat er een stoel? Waar komt dat licht vandaan? Wat doet het allemaal? Dus het is een foto die me meer triggert om er langer mee bezig te zijn. En daarom heeft hij gekregen, moet ik even spieken, een 8,5. En we gaan naar de volgende. Oké, dan hebben we de staalconstructie van, even kijken, Hans Beijer. Ja, ik heb deze opdracht min of meer op de Kunstacademie gehad. Het is een perspectiefopdracht, want dat is eigenlijk wat dit is. Dus ik zal even naar de andere kant lopen, dan kan je beter zien hoe die in de diagonale loopt. Uh,
Ja, hij is keurig. Hij is keurig qua contrast, hij is keurig qua scherpte. Zwarte lopen niet dicht, witte bleken niet uit. Heel mooi licht lijnenspel. Maar wederom, hij intrigeert me niet om verder te kijken. Ik denk, ja, het is een mooie compositie, het is een mooi lijnenspel. Er zegt helemaal niets mis mee. Keurige foto. Als ik de eigenaar was van die staalconstructie en deze foto zou voor mij worden gemaakt voor de folder voor staalconstructies, dan denk ik van 100 punten. Voor een fotowedstrijd vind ik dat er meer aan de hand moet zijn. Voor de fotowedstrijd om te winnen moet je de kijker aan de hand nemen en proberen een verhaal te creëren. Je wil dat de kijker gaat nadenken, dat de kijker gaat fantaseren en denken van, nou ja, waarom zou dit zo gemaakt zijn? Waarom zou de kleur zo zijn? Of waarom zou het contrast zo zijn? Dat zie ik in deze foto niet gebeuren. Hij is technisch perfect, keurig uitgevoerd, helemaal niks mis mee. En daarom heeft hij een 8 gekregen. En dan moet ik even scrollen, want dan kan ik de volgende niet zien. We gaan naar het portret van Gerard Bruins. Ja, daar sta ik wel even helemaal voor. Ja, klassiek portret zou ik bijna willen zeggen. Dit soort portretten doen het altijd goed bij fotowedstrijden. Als je een euro zou krijgen voor elke rimpel die er te zien is, dan zou je een rijk man worden. Hij is heel mooi uitgevoerd. Ik vind deze bewerking, het is een trucje, maar wel een mooi trucje. Hij is bijna oververscherpt en hij zit, qua contrast zit hij ook op het randje. Maar wel mooi op het randje. En dat is wat ik bedoel met, je moet wat extra's aan de foto toevoegen. Hè? Dus met je bewerking of met je compositie of je onderwerp. Moet je mensen aan het denken zetten. En als ik hier naar kijk, dan denk ik van, waarom heb je voor deze bewerking gekozen? He, waarom heb je het gedaan zoals het nu is? Ik vind het een hele mooie bewerking. Maar dat ben ik persoonlijk. Ik hou heel erg van zwart-wit. En zwart-wit in deze bewerking, ja, dat, ja, word ik heel vrolijk van. Dus daarom heeft hij ook gekregen, als ik mij niet vergis, een 9. Zeg ik dat goed? Ja, een 9. En dan gaan we naar de volgende. Nou, kijk, en nu sta ik er echt, echt vol met mijn knar voor. Ja, precies. Ja, precies. Even kijken, dit is van Francis Gazenbeek, als ik het goed zie. De vlinder op bloem. Dit is weer zo'n foto waarvan ik denk van ja, dit is echt heel goed gedaan. Als je kijkt naar de kleurcompositie, hoe mooi zacht die is. Hoe mooi het contrast onder controle is gehouden. De transparantie in die vlinder. Die vlinder is bijna doorzichtig zo mooi. Ja, de scherpte diepte zit keurig. Hij zit echt op het puntje. Ja, als je, qua natuurfotografie kan het bijna niet beter, denk ik. Ja, je zou er dichterop kunnen zijn, maar dan is je compositie minder. Je kijkrichting is goed. En met kijkrichting bedoel ik, de vlinder kijkt, als het ware, naar die kant. En daar zit ook de meeste ruimte in de foto. Dus dat is compositietechnisch keurig gedaan. Ik heb deze foto dan ook even spieken. 8 gegeven volgens mij. Zeg ik dat goed? Nee, 8,5 zelfs. Dus ja, keurig gedaan. De volgende. Jo. En nu gaan we wel even de andere kant op. Ronald Bos. Portret van George. Ja, dit is een klassieke maak het jezelf zo moeilijk mogelijk. Foto. Een portret op wit. Hoe hoog kan je de lat voor jezelf leggen? Er is niets moeilijkers om te scoren met een portret op wit.
Dat is echt zo verrekte moeilijk. Het is wederom een opdracht die je op de kunstacademie krijgt. Om te laten zien hoe goed je met compositie bent, hoe goed je bent met je modelaansturing, hoe goed je bent met je licht. Dus ja, je maakt het jezelf razend moeilijk. En dat is ook meteen waarom het misgaat. Weet je, het is een mooi portret. Hij is technisch keurig. Hij zit goed in de scherpte. Hij kijkt goed in de lens. Zijn blik is goed. Maar dat is het. En weet je, het is niet dat je denkt van, wauw. Weet je wel, wat je op het vorige portret had, dat zwart-wit. Dat je denkt van, wow, wat is hier al aan de hand? Dat heb je hier net niet. Het is een goed portret. Het is technisch goed uitgevoerd. Kleur is goed. Contrast is goed. Maar voor de rest, ja, het is voor mij niet de winnende foto. Ik heb hem een 7,5 gegeven. Gewoon omdat hij voor de rest keurig technisch in orde is. En dan gaan we naar de volgende. Nel van Meurs met glaswerk. En dit is echt grappig, want dit is dus echt een opdracht van de fotoacademies. Elke fotoacademie in de wereld geeft deze foto als opdracht in het eerste jaar. Ik heb deze zelf gegeven. Ik heb les gegeven op de Fotofactory in Amsterdam. En dit is mijn eerstejaars opdracht. Glaswerk op wit. Dus elke student van een fotoacademie heeft deze foto gemaakt. Hij is technisch keurig uitgevoerd, moet ik zeggen. En dat is nog helemaal niet makkelijk. Glaswerk goed fotograferen is echt wel een vak apart. En je moet een bepaalde lichtsetting hebben, een tegenlichtsetting. Die moet je op de goede manier erin zetten, dat die niet te hard gaat. Je moet aan de zijkanten moet je zwarte schotten zetten, om je zwarte lijnen erin te krijgen. En dat luistert allemaal best wel nauw. Als fotoopdracht zou je hier een 8 of zo voor krijgen. In ieder geval ruim voldoende. Je gaat gewoon lekker door naar het tweede jaar. Geen probleem. Maar als winnende foto voor een fotowedstrijd? Nee, want dit vind ik een technische opdracht. Een goed uitgevoerde technische opdracht. Ik vind de compositie ook mooi. De compositie laat je wel gewoon even twee keer kijken. Dus er is echt wel wat extra's gedaan. Maar als je een fotowedstrijd wil winnen, dan zul je nog een extra element toe moeten voegen. Bijvoorbeeld iets met water. Dat je een waterelement erin gaat voegen. Dat het water iets gaat doen bij dat glas. Dan geef je een extra dimensie aan het gebeuren. Je kan waterdruppels erop doen. Je kan water erin laten vallen. Er zijn meerdere mogelijkheden om ermee te gaan werken. Even kijken, even zo. Ja, ja. Zo kunnen we het allemaal goed zien. Ja. Dus als je zeg maar, en ook hier beneden zeg maar, hè, daar zou je ook nog wat met reflectie kunnen doen met water bijvoorbeeld. Of met een gekleurde vloeistof. Dan ga je extra elementen toevoegen met een extra moeilijkheidsfactor. Waarvan ik denk van ja, oké, nu sta je echt iets toe te voegen. En dan zou je hoger scoren op mijn fotowedstrijd winschaal, zeg maar. Al met al heb ik hem toch een 7,5 gegeven, omdat het gewoon een goed uitgevoerde opdracht is. En dan gaan we naar de volgende. Stop even. Starten. Ja. Oké, we gaan naar de volgende foto. Die is van Esther van Aalderen. Is net dat ik hem goed bakker. Hoogbuurlo. Ja, een hele mooie landschapfoto. Ik zal even een stukje uit beeld stappen, dan kan je hem beter zien. Hele mooie compositie. Dan sta ik zelf niet meer in beeld, dat is jammer. Ja, je hebt een hele mooie diagonaal hier zo in de weg. Ik moet even contra werken. Die je helemaal mooi in de foto leidt. Je hebt een andere diagonaal die van, even kijken, deze boom naar de andere boom gaat. En dus heb je twee invoegende lijnen in een foto. En dat laat je als kijker heel erg zoeken naar waar het naartoe gaat.
En dat is wat ik bedoel met wat extra's in een foto toevoegen. Je wil je kijker aan de hand nemen en hem op onderzoek laten gaan door je foto. En dat is wat hier gebeurt. He, door de invoegende lijnen, door je compositie, die weg, die bomen, de dramatiek die in de lucht zit en ook de dramatiek die in de foto is gezet door de bewerking. Hij is best wel aangezet, maar in mijn optiek niet te veel. Het is mooi smaakvol gedaan. Creëer je allerlei extra elementen waardoor je denkt van ja, wauw, deze foto doet wat. En daar wil ik nog een keertje naar kijken. Ik stap even naar de andere kant. Dan kan je het nog beter zien. Wat er ook gebeurt is dat hier, daar zit je lichtste plek. En wat je moet weten in een foto is dat je oog gaat altijd naar de lichtste plek in een foto. Altijd. En dat is waar veel fotografen de mist in gaan. Dan denken ze dat het hoofdonderwerp bijvoorbeeld een kist is, terwijl het een stoel is. En dat komt door het licht. Puur door het licht. Het licht staat op het andere onderwerp en daardoor wordt je oog daar naartoe getrokken. En dat is hier ook. Hè, je lijnen van de weg gaan die kant op en dat is ook waar het licht is. Dus je wordt eigenlijk naar het licht toegevoegd. En dat is echt perfect gedaan in deze foto. Ik heb deze volgens mij een 9 of een 9,5 gegeven. Even spieken. Een 9 heb ik deze gegeven. Want gewoon prachtig mooie natuurfoto. Top. Gaan we naar de volgende. Oké, de volgende foto. Na de meer bij slecht weer van Koos Wijker. Prachtig mooie zwart-wit foto. Mooie compositie. Hij zit echt keurig. De boom zit precies op de goede lijn. Horizon zit precies op de goede lijn. En ik loop even naar de andere kant. Je hebt een kijkrichting in die foto die van links naar rechts gaat. En die wordt meegevoerd door het licht. Het licht wat je hier ziet in het water. Het licht wat helemaal aan de zijkant zit daar. En het licht hier bij de boom. Dus je oog wordt als het ware door de foto heen gegitst in een soort zigzag weer naar linksboven. En ja, dat is gewoon prachtig. Wat mij heel erg triggerde in deze foto is alles wat er in het water gebeurt. Al die reflecties. Daar heb ik een hele tijd naar zitten kijken. Ik denk van, ja, wat gebeurt er allemaal? Echt mooi gedaan. Op mijn monitor is hij een fractie te grijs. Maar dat is echt puntjeswerk. Dus misschien 1 of 2 puntjes dat ik denk van het wit zou ietsje hoger mogen. Maar dat is, ja, dat kan ook mijn monitor zijn. Ik heb mijn monitor gecalibreerd voor fotobewerking. En ik zou hem persoonlijk een tikje meer geven in het wit, maar dat is echt gemierenneuk. In Photoshop contrast opvoeren? Gewoon de witte, fractie hoger. Gewoon alleen de witte. De rest afblijven, gewoon alleen de witte een klein tikje geven. En dat is misschien maar 1 of 2 puntjes. Is echt minimaal. Yeah. Minimaal. Voor de rest vind ik hem echt prachtig. Echt helemaal niks mis mee. Scherp zit goed. Contrast zit goed. Even kijken wat ik heb bij deze gegeven. 8,8. En die 2/10 heb je verloren door dat beetje wit. Sorry. Je moet het ergens gaan zoeken. Dus ik denk van, als ik hem vergelijk met die andere, hè, die hiervoor zat, dan denk ik van, nou, dan is dit dat kleine technische dingetje, waardoor het net geen 9 is. Maar hij zit heel close. Het is echt, nou ja, wat ik zeg, gemierenneuk. Weet je wat, voor de rest, prachtige foto. Helemaal niks mis mee. Ja. We gaan naar de volgende. Even kijken. Joke van der Veer op reis. En ik ga even deze kant op, want het is een staande foto volgens mij. Doorkijkje in een wachtkamer, wachtruimte, museum. Ik kan het een beetje moeilijk inschatten. In ieder geval een setting die er al is. Hè, met koffers en de hele reutemteut. Die prachtig is vastgelegd. En dat is niet makkelijk.
Dit is niet een makkelijke opname. Ik ga even naar deze kant. Want dit is echt een pittige tegenlichtopname met een pittig contrast. Het contrast wat hier zit ten opzichte van, even kijken waar zit mijn ruimpje, daar ergens. Daar, nou dat zit in de orde van 7, 8 stops. En om dat goed bij elkaar te krijgen, ja dat is best moeilijk. Een hoop mensen gaan de mist in, dan is het hier te donker en dan is het achterin is het veel te licht. En dit is heel mooi bij elkaar gebleven, dus dat is keurig gedaan. Het is ook een leuk doorkijkje, de kleuren zijn mooi, het is mooi zacht, het heeft een warme sfeer. Maar het is niet de foto waarvan ik denk van, weet je wel, nog net even, go, nog net even harder. Ja, mooie foto, niks mis mee, zou in de reisbrochure kunnen. En dan zouden ze er blij mee zijn. Heel blij mee zijn, denk ik. Maar ja, voor mij om een winnende foto te zijn, moet er iets meer gebeuren. En iets meer zou bijvoorbeeld een persoon kunnen zijn achterin. Of een dier. Of iets wat op de vloer ligt hier zo. Ik noem maar wat. Een verlaten speelgoedje of zo. Of iets dergelijks, weet je wel. Iets waardoor je een verhaal creëert. Hè? We zijn op reis en we zijn iets vergeten. We zijn mijn kind vergeten. Het zit nog op de bank. Een beetje jammer. Weet je wel, ik noem maar wat. Maar dat er iets meer gebeurt. Je wil een verhaal vertellen. Je vertelt al een verhaal. En ik denk van, ik wil een missing element. Ik wil iets meer hebben. Voor de rest keurig. Ik heb hem volgens mij, even kijken wat ik moet geven, een 8. Het is gewoon keurig. Niks mis mee. We gaan naar de volgende. Marije Papen. Leegte en stilte. En hier ga ik even echt helemaal even uit beeld, denk ik. Ik heb hem even uitgezoomd. Ah ja, top. Ja, dit is een foto waarvan ik denk van, nou ja, alles waar ik het hiervoor over heb gehad, van wat ga je toevoegen aan een foto? Hè, qua bewerking, qua contrast, qua scherpte, qua compositie, korrelgebruik. Al die dingen zijn hier toegevoegd. Alles is toegevoegd om deze foto naar een hoger plan te trekken. En daar hou ik van. Bewerking is een smaakding natuurlijk. Hè, ik ben ook maar een mens. Dit is wat ik toevallig mooi vind. Daar heb je dan even mazzel mee. En ik vind het heel mooi dat hij in een panorama is gebleven. Dat geeft deze foto echt wel wat extra's. Als deze in een 3:4 verhouding zou zijn geweest, dan zou hij minder gewerkt hebben, met zekerheid. Dus ja, chapeau. Gewoon alle goede keuzes gemaakt die er te maken zijn bij een foto. En daarom heeft hij een 9,6 gekregen. We gaan naar de volgende. Spoorloos. Ja, daar is hij. Niek Handgraaf. Een vogel. Ja. Ja, het lijkt mij een mus inderdaad of iets dergelijks. Nou ben ik niet zo heel goed in mijn vogel. Ik wel. Mijn vogel en vogeltjes. Maar, ik ga beginnen met wat ik allemaal goed vind in deze foto. Scherptediepte. Keurig. Hele mooie bokeh. Kleuren. Prachtig. Hele mooie tonaliteit in de hele foto. Bruin tinten, alle tintjes zitten erin. En ook, ik stap heel even helemaal uit beeld. Dan kan je namelijk hier dat lichtpuntje weer zien. En helemaal daar is hij het donkerst. En dat is een hele mooie klassieke
tussen aanhalingstekens, lichtopstelling, die je in portretten ook heel vaak gebruikt. Dus dat is alles wat er helemaal goed mee is. Op mijn monitor, en ik zeg erbij, op mijn monitor, lijkt hij oververscherpt. En hij is dusdanig crispy dat ik denk van, het had een tientje minder mogen. Want nu lijkt hij bijna uitgeknipt. En dat is jammer. Want dat is wel heel goed gedaan. Het is een hele goede compositie. Maar als je je verscherping te hoog trekt, dan wordt het bijna een, hoe noem je dat, een cartoon? Er komt een lijntje omheen, er komt een scherpte lijntje omheen en dat is wat je niet wil en dat is wat je hier wel ziet. En dat vind ik echt jammer, want het is echt, echt een mooie foto. Compositietechnisch alles perfect, alleen het verscherpen. En daarom heb ik hem een 8,5 toch nog gegeven, omdat ik het wel een hele mooie natuurfoto vind. Alleen als je hem nog een keer gaat bewerken, trekt die verscherping er ietsje uit. Want het is iets te veel, dat is echt jammer. Oké, we gaan naar de volgende. En dan gaan we naar Wilma Muller. En dat is volgens mij een Havik of een iets dergelijks. Buizerd. Kijk, we hebben een vogelkenner in huis, heel goed. Kijk. Goed, we beginnen met de positieve dingetjes. Kleur. Heel mooi. Groen tinten met die geel tinten, met die tinten van de vogel, de tak. Werkt allemaal heel mooi in symbiose. De scherpte diepte is eigenlijk het eerste dingetje waar het misgaat. Hij zit op het randje qua scherpte. En dan ook echt op het randje. Hij loopt er, volgens mij, in de kop van de vogel loopt hij er al uit. Hij zit er net tegenaan. Dus wat in de vorige te veel was, is in deze net te weinig. En dan komen we op een ander puntje. Er zit, compositietechnisch zit hier een fout in. En ik zal je laten zien wat het is. Kijk, die vogel, koppie, kijkt die kant op. Dus je moet zorgen dat daar meer ruimte zit. Aan die kant. En wat je nu hebt is midden-midden. En dan ook echt, echt midden. Kijk, ik ga er wel even staan. Ik sta nu midden van de foto. En dat is precies waar de vogel ook zit. En dat is wat je niet wil in een compositie. Je wil eigenlijk nooit midden, tenzij je een punt wil maken. He, van, deze man is het belangrijkste van het hele universe. En dus moet hij midden staan. Alles anders dan dat wil je het niet in het midden hebben. En in dit geval zou die vogel die zou ongeveer hier moeten zitten, denk ik. In de guldensnede had hij moeten zitten. Deze kan je misschien nog ietsje redden met een klein beetje verscherping in Photoshop. Maar hij blijft qua scherpte er net tegenaan zitten. Dus het is een beetje een labmiddeltje. Maar dan wordt hij wel iets beter. Als je het de volgende keer weer gaat doen, kijk naar je foto. Kijk naar wat er gebeurt in je foto en maak daar je compositie op. Dus als op het moment dat je een kijkrichting een bepaalde kant op ziet gaan, zorg dat je ruimte zet aan die kant. Ook met die tak. Die tak had iets lager in beeld mogen gaan. Waardoor die ook weer op de guldensnede. Want de guldensnede gaat zowel in de verticaal als in de horizontaal. En daar moet je rekening mee houden. Wat hebben we deze gegeven? Even spieken. Een 7. Omdat die qua scherpte even de mist in gaat en qua compositie ietsje beter had gekund. En dan komen we bij de laatste volgens mij. Bij Aad. Even kijken hoor, ik ga even... Yes. Goed, hier heb ik een lange tijd naar zitten kijken. En dan zou je op zich denken van dat is goed. Want als ik ergens lang naar kijk, net wat ik eerder heb gezegd, dan is dat goed, want dan word ik getriggerd. Hier word ik ook getriggerd, maar ik word getriggerd op alle foute manieren die er maar te vinden zijn. En dat is jammer.
Want ik snap het idee wel. Ik snap de compositiekeuze. Hè, die is echt wel bewust gedaan. Hè, gecentreerd, licht erachter, waardoor je oog daar wel meteen naar getrokken wordt. Dus het center van belangstelling, zeg maar. Maar vervolgens gebeurt er zoveel in die foto waarvan ik denk van ja, dat is alles wat ik niet wil. Dat het dan misgaat. Want dan krijg ik heel veel negatieve gevoelens bij een foto. Hè. Ik vind de scherp vind ik niet oké. Hij is echt straalonscherp. Ik weet dat het een bewuste keuze is. Maar als je een onscherpte... Als je iets wil vertellen met een onscherpe foto, dan maak je het jezelf razend moeilijk. Razend moeilijk om een onscherpe foto te verkopen als zijnde van dit heb ik bewust gedaan en het is goed en daarom moet je hem kopen. Er zijn maar weinig mensen die daarmee wegkomen en helaas Aad, sorry. Korrel vind ik ook niet oké. Korrel is echt veel, veel, veel te heftig. Ik hou erg van korrel. Ik ben nog van de oude filmgeneratie. 3X, een 1600 ISO opgewaardeerd. Korrel sprong in je oog. T-Max 3200 ook zo eentje. Dus ik hou echt wel van een korreltje. Maar een korreltje moet wel wat toevoegen. En in dit geval, weet je, zijn het een aantal optelsommetjes die bij mij niet tot een eindresultaat komen dat ik denk van ja, weet je wel, het vertelt allemaal het verhaal wat je wil vertellen. En dat vind ik jammer. Want ik denk als je, ik noem maar wat, als er de hand had uitgestoken en die hand was wel scherp geweest en de rest onscherp. Hè, ik noem maar zoals ik het nu doe bijvoorbeeld, of voor mij bedoel je het zo, of even zin maar. Maar als er één element in de foto was geweest wat wel scherp was geweest, dan had je een duidelijker verhaal verteld, denk ik. En nu is alles onscherp en denk van ja, waarom is alles onscherp? Weet je wel, deed je autofocus het niet? Of ja, jammer. Ik heb hem een 6 gegeven, omdat ik vind dat iedereen voor de moeite een 6 verdient. Maar het is niet de winnaar geworden. Volgens mij is Marije de winnaar met 9,6. Welke fotonummer was dat? Dat is die landschap. Gerard. En de gedeelde tweede hebben we volgens mij. Ja. Tweede, derde. Wie is de eerste? Dat was Marije. Fotonummer 11. Ja. 9,6. Gerard Bruins en Esther. En Esther, gedeelde tweede plaats. Ja, gedeelde tweede, derde. Dus dit is de winnende. Ik heb heel veel moeite gehad met die foto. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dat kan ik me goed voorstellen. Het is namelijk, dat is ook wat ik zeg in mijn verhaal. Er zijn hier hele bewuste keuzes gemaakt. En die zijn tot in het, nou, laten we zeggen, extreme doorgevoerd. En daar hou ik van. Ik ben van de kunstacademie generatie. En in een kunstacademie word je gewaardeerd op jezelf onderscheiden. En dat is wat je wil. Dus als je iets doet, doe het dan goed. Of doe het niet. En dit is gewoon goed gedaan in mijn optiek. En ze maken vaak hele mooie foto's hoor. Alleen bij deze had ik gewoon wat moeite. Ja, misschien omdat die ook zo panorama is. Ja, dat kan. Maar ik heb dat volgens mij ook in mijn commentaar gezet. Dat sommige mensen het wel mooi zullen vinden en andere mensen het niet zo. En ja, volgens mij gedeelde 2 en 3 is volgens mij het rimpelportretje in het landschap, toch? Klopt. Ja, dan ben je dan een 8,8. De tweede plaats. Sorry. Ik ben nog bezig met de opname. Maar ja, dat was dan op die workshop. Oké, ik stop met de opname. Ja.